22 oktober 1980. De dag waarop Dirk-Jan Groot de Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden, de voorloper van Dorcas, opricht. In de jaren 80 voert Dorcas actie voor vervolgde christenen en joden in het communistische Oostblok. Vrijwilligers en supporters in Nederland doen mee aan demonstraties en geven praktische hulp aan gezinnen zonder sociaal vangnet. De contouren van een humanitaire organisatie worden zichtbaar als Dorcas ook hulp verleent na een aardbeving in Armenië en bij een hongersnood in Ethiopië. Na de val van de Berlijnse muur staat Dorcas voor de keuze: taak volbracht of doorgaan. Dorcas gaat verder als humanitaire organisatie. In de jaren 90 opent Dorcas de eerste landenkantoren. Het aantal landen waar Dorcas werkt groeit en tegelijkertijd neemt ook het aantal Dorcas vrijwilligers en supporters toe. De verschillende projecten van Dorcas trekken institutionele financiering aan. En begin jaren 90 wordt de eerste Dorcas kringloopwinkel geopend, in Andijk. In 1995 start Dorcas met de voedselactie. De projecten van Dorcas ontwikkelen zich met innovatieve benaderingen zoals Farmer Field Schools en Community-led Development. Het Adopt a Granny-programma, dat in 2002 wordt gestart, verbindt mensen uit Nederland met kwetsbare ouderen in de landen waar Dorcas werkt. De initiatieven in Nederland en de Dorcas-projecten zijn steeds ondernemend. Dorcas zoekt voortdurend naar nieuwe kansen voor impact. Dit leidt ertoe dat Dorcas in 2014 in het Midden-Oosten gaat werken. Dorcas ontwikkelt haar visie op hoe verandering tot stand komt. Hierin spelen individuen, gemeenschappen en overheden een belangrijke rol. Dit leidt tot een nauwere samenwerking met de private en publieke sector in binnen- en buitenland. In Oost-Europa ontstaat een variant op de Nederlandse voedselactie, de Blue Bucket Campaign. Het aantal Dorcas-winkels in Nederland blijft toenemen. Ook in landen waar Dorcas werkt worden winkels geopend. Dorcas ziet een toekomst waarin de effecten van klimaatverandering steeds meer voelbaar zijn. Droogte, overstromingen en schaarste zullen iedereen treffen, maar armere landen en gemeenschappen het meest. Welvaart, maar ook ongelijkheid neemt wereldwijd toe. Armoede, crisis en conflicten in de wereld zijn vaak complex en langdurig. Als Dorcas zijn we vastbesloten om er te zijn, midden in deze cirkel van armoede, uitsluiting en crisis. Voor mensen en gemeenschappen die achtergesteld worden. Voor mensen in nood. Omdat we overtuigd zijn van hun potentieel om tot bloei te komen. Dat doen we ook na 40 jaar, gedreven door dezelfde missie als waar Dorcas ooit uit ontstond.